Got myself a crying, doping, sleeping, walking, living on. We zien hier muziek aan bed. Dat is sinds een paar maanden een nieuwe activiteit voor een fijne dagbeleving voor mensen met dementie. Ja, ik zie de emoties van mijn moeder. Ze wordt er blij van. Bij bepaalde liedjes krijgen ze tranen, emoties. Ja. We begonnen hier voor grotere groepen, toen huiskamerconcerten en dit sinds een aantal maanden. En het is, ik vind het erg fijn om te doen. Take a look at her hair, it's a real life if you don't believe. Muziek is een prachtig middel om contact te maken. Juist met mensen die misschien met spraak niet meer zo goed uit de voeten kunnen. Of je wil mensen bereiken. Je wil mensen ook een fijne dag geven en dat ze het ook goed naar hun zin hebben. En ja, muziek is wel een middel wat er heel goed bij helpt. Het is gewoon heel persoonlijk. En dat is natuurlijk totaal anders dan met een grotere groep. Dus die reacties en een kleine, gewoon echt die reactie van dat één-op-één gevoel, daar gaat het om. Doordat hij regelmatig aan haar bed muziek komt spelen, begint ze hem te herkennen. Ze wordt blij, vrolijk van, soms wel eens een traantje vanwege emotie. Ja, het is ook fijn dat binnen het park is dat ze gewoon die focus op dit soort dingen durven leggen, zeg maar. Ja, durven. Het is ook, je ziet het resultaat, weet je wel. Je voelt gewoon aan iedereen dat het aankomt en dat het gewoon echt een aandacht is die je voor je vader of moeder zou willen. Ik zou het zelf ook heel tof vinden als dat zou gebeuren. We doen het nu ook op andere locaties en gelukkig ook weer op de begroting voor volgend jaar gezet. Dus daar ben ik heel blij mee. Een succes. Absoluut.